Job, welkom. Fijn dat je er bent. Dankjewel. We gaan het dit interview even hebben over komende wedstrijd tegen TOGB. TOGB, jullie hebben aan jullie selectie 12 nieuwe spelers toegevoegd. Dat is behoorlijk wat. Zijn jullie inmiddels een beetje aan elkaar gewend naar de oefenwedstrijden? Of is het nog steeds zoekende? Wat je merkt is inderdaad, we moeten nog een beetje aan elkaar wennen. Ik zelf ook. We zijn nog steeds wel een beetje zoekende. Dit zal waarschijnlijk de komende 4-5 wedstrijden denk ik ook nog wel een beetje het geval zijn. Maar wat je ziet, net als afgelopen wedstrijd, komen er toch goed uit, zeg maar. En hopen deze lijn door te trekken. Oké, ik ben benieuwd. En TGB heeft een van de belangrijke spelers dus afgelopen wedstrijd uitgevallen met knieblessure. Denk je dat dit extra voordeel voor jullie op gaat leveren? Wat ik van de jongens heb gehoord, ik ken TOGB persoonlijk niet, maar de jongens zeggen dat het een pittige tegenstander is. Ik denk dat we ons gewoon goed moeten voorbereiden en alles aan moeten doen om de eerste competitiewedstrijd te winnen. Denk je dat er ook voor jezelf extra voordeel ligt dat jij ze nog niet kent? Misschien wel. Wat ik al zeg, ik word steeds fitter en de afgelopen wedstrijd is het doelpuntje meegepikt en ik hoop de komende wedstrijd weer te mogen scoren. Gefeliciteerd met je eerste doelpunt. Dankjewel. Durf je een voorspelling te doen voor komende wedstrijd, wat de eindstand gaat zijn? Ik denk dat het 3-1 voor ons wordt. Ik hoop het, laten we het hopen. Ik wens jullie voor heel veel succes en dankjewel. Yes, dankjewel.